Oh, sorry. Sorry, man. Ik zeg helemaal niks meer, joh. Wat is dit dan? Dit doet niet eens zeer. Dit doet niet eens zeer. Dames en heren, komt het? Wordt het nog een keertje spannend of niet, hè? Nou, ben je nou klaar met die bidoekjes of niet, hè? Yo, Drop Army. Super nice dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering. Leuk dat jullie er weer bij zijn, guys. Wij gaan onderweg naar Vilestone City. Daar zit de derde gym. Daar zit de gymleader met een super sterke Lucario. En ja, daar gaan wij gewoon naartoe. En wij gaan gewoon kijken wat wij moeten doen om die gymleader te verslaan. Oké, wij moeten via route 209, Noah. Dat is hier. Let's go. 209? Oh. We gaan ook gewoon super veel Pokémon's vangen. Even kijken welke Pokémon's hier zitten eigenlijk. Bam, we krijgen hier even een potje honing. Dan kunnen we een Heracross of zo mee vangen. Ja, een potje honing. Waar zit hier dan? Hey! Pibberel! Wel een beetje vet? Is het dan ook zo vet dat we hem ook even gaan vangen? Ja. Waarom is die Monferno dan af? Het is niet sterk om in een team te kunnen. Niet zo sterk dat hij in een team kan? Nee. Maar hij is wel zo sterk dat we hem even gaan vangen. Ja. Monferno wil boos. Monferno moet even een tikkie op de neus uitdelen. Klaas. Zie? Hoppa. Super effective. Kijk. Oh, hij is af nu. Monferno is af. Ja. Nee! Oh, we hebben wij geluk, zeg. We hebben ook nog niet echt lekkere pokeballs. Dan gaan we daar ook even fixen eerst. Ja. Even naar Pokécenter, even goede pokeballen halen. En dan gaan we onze weg vervolgen over Bokka. Bibberels binnen. Over Route 209. You know? Ik vind Bidoof niet zo heel vet. En Bibberels vind ik wel een klein beetje vet. Bidoof is helemaal niet vet. Nee. Bidoof is een legend. Bidoof is niet vet, Bidoof is een legend. Bibberel? Ja, die is wel vet, ja. Dat is wel op zich wel een nice Pokémon. Maar jij wilt hem niet. Nee, die wil ik niet in het team hebben. Maar, we beginnen nu hiermee. Oké, we gaan nu even maaien, man. Het wordt nou tijd om te maaien. We gaan nu even gas erop geven. Fietsje erbij. Prrrr, en dan gaan we. Hé, papa, mag ik ook een keertje eigenlijk op de video een keertje fietsen hebben? Ja. Tuurlijk. Ga even hier naartoe. Hoppa, ga je. Jij brengt mij helemaal die kant op. Daar ga je. Dit is gewoon binnen fietsen. We gaan gewoon binnen fietsen. Wat is dit, joh? Ja. Is niet oké. Gauzer, kun je die fiets even binnen laten of buiten laten, alsjeblieft? Bokka, trainen. Oké. Boom, daar gaan we. Dit is een vechtaanval moet je hier doen. Die tweede. Die? Of gras. Nee, doe maar vecht. Gewoon. Zo, power-up punch. In twee. Boom. Oh. Super effective, zie? Wel super effective. Want je zou denken, omdat het een boompje is, dat je vuur moet doen. Maar dat is dus niet zo, hè? Dat is dus niet zo. Het is geen gras-Pokémon. Dan doen we gewoon even vuur. Nee, nee. Oh, dat moet je dus niet doen. Dat is dus niet super effective. Wel. Zie, is helemaal niet effective, stond er. Zag je dat? En je zou denken, vuur met een boom is super effective. Maar dat is dus niet het geval. Lijp, hè? We hebben het wel afgemaakt. Maar we vinden het ooit. Bam! In één keer af, zeg. Oh, zo, hi. Pichu kan weer terug pokeballetje in. Lucario kan dus heel slecht tegen vuur, tegen vecht en tegen grond aanvallen. Monferno kan vuur en die kan vecht aanvallen, dus dat is al nice. Alleen, die Lucario die doet dus een drain punch. Dat hij dus slaat en dan doet hij leven af en dan wordt hij zelf iedere keer beter. En daar kan deze gast, die Monferno, dus niet zo heel goed tegen. Dus wij moeten eigenlijk een alternatief erbij hebben. En dat betekent dat we eigenlijk een Pokémon moeten vinden, nog, die ook gewoon een goede grondaanval kan. Ja. Gastrodon zou dat kunnen. Alleen Gastrodon, die kan nog geen grond aanvallen. Nee. Langs plekje. Oh, sorry. Sorry, man. Ik zeg helemaal niks meer, joh. Nou, daar ga je. Oh, gelukkig, eindelijk. Oké. Bam. Oh, hij zag jou niet eens. Ik ga vechten met die tweeling. Hoezo doet die gast die net als hij niet ziet? Hoppa. Misschien wil hij niet vechten. Nou, dan tegelijk niet. Dit vechtaanval is super effective. En gas ook. Op die Bonsly. Lekker hoor. En wat is dit? Gastrodon? Wat ben je gewoon aan het doen, jongen? Gastrodon? Water. Oeh. Water? Dat is ook voor die boom.
Ja, die is al af hoor, die boom. Nee, wat doe je? Oh, kan ik gewoon zo, ja, gooien, hoppakee, nee. Oh, dat doe ik niet. Hij begint een beetje kapot te worden. Nee, dat is helemaal niet. En jij bent zijn lijp aan doen. Lekker, super effectief. Dit is gewoon modderballen. Modderballen in zijn nek. Klats, niet effectief. Zo, hij wordt wel even, zijn aanval wordt wel sterker, zie je dat? Die Castledon die wordt alleen maar sterker als hij die modderballen gooit. Pff, wat is dit dan? Dit doet niet eens zeer! Pff, dit doet niet eens zeer! Gast! Ja hoor, daar ga je. Grass knot. Bam! Lekker. En nog deze kleine. Kijk, weet je nog? Vorige video hadden we het over die tweelingen. Nou zitten tegen tweelingen te battelen. Grappig. Ik vind het wel grappig, eerlijk zeerlijk. Hier, modderbal. De vijflingen en de tweelingen zijn in dit spel. Vijflingen, zeslingen, honderdlingen, tweelingen. Pikachu vechten? Ja, zou ik doen. Pikachu vechten. Nou, hup. Vuur tegen Pikachu. Daar gaan we. Flame Wheel. Zo, die Pikachu. Pikachu is een super vette Pokémon. Pikachu kan alleen niet zo goed vechten tegen Monferno. Danielle heet dat meisje. Oh, ze is zo boos! Ze is gewoon helemaal boos als ze verloren heeft. Hè. En ze geeft maar 380 Pokémon. Is zo gierig. Iedereen geeft 1000 of 2000. Dan kom jij aan met 300. Dat is heel weinig. Nou, battelen. Zijn we er nou al bijna? Nee, hè? Deze mevrouw heeft 3 Pokémons. Dat begint wel een beetje moeilijk te worden. Ja, hè? Ook sterk? Nee hoor. Nou. Nee, die vechtaanvallen zijn niet effectief. Dan doen we gewoon even lekker vuur. Doen we even volle bak vuur. Ja, ja, lekker. Bokka. Bokka. Lekker bezig, maat. Trots op je. Jij moet even gas aan het geven. We moeten ook wel. We moeten echt sterker worden. Want anders krijgen we echt ellende. Zijn we daar een half jaar bezig. Clefairy. Cleffa is dit. Baby Clefairy. Cleffa. Nee, die Cleffa. Cleffa heet die, ja. Nou, doe maar. Vecht aanvallen. Of deze. Pff. Dames en heren, komt het. Wordt het nog een keertje spannend of niet, hé? Deze mensen die ons uitzetten te dagen, die zijn. Ja. Een beetje te tof van doen, hè? Is niet oké. Okay. We hebben niet gezien wie er komt. Oh, Pudieu. Pudieu. Moet gewoon niet. Sorry? Moet gewoon niet. Boeit het niet? Ah, okay. Vuur alleen effectief en alles helemaal niet effectief. Klaar. Dit is lekker. Oké, okay, en we gaan door. Geef die controles aan mij. Ik ben aan de beurt. Oké, okay, daar gaan we. Even kijken. Ik vind dit ook niet oké. Okay. Een fietsje. Lijpding. Oh, oh, kijk. Dit is wat ik vorige keer bedoelde. Weet je dat nog? Dat ik zei over die watervalletjes van modder. Ja. Hier kan je dus niet met lopend overheen. Maar wel met fietsje. En we gaan battelen. Nou, dit is een boerinnetje. Of niet? Is het een boerin? Ja. Cowgirl Shelly. Boerin, zei ik. Cowgirl. Ja. Yeah. Even op die neus. Bam. Bam. Op de neus. Bam. Nou, hebben ze nog meer. Wat heb je nog meer in de aanbieding? Geen idee. Bidoof. Bidoof. Weer een Bidoof? Wij gaan even wisselen van Pokémon. Ik wil even met Luxio maaien. Luxio vind ik ook wel een hele prima kerel. Oké, daar gaan we. Boom. Deed jij dat? Oh. Of deed het geen te veel zelfs? Wat? Met de controle net? Ja. En dan deed de controle. Controle is kapot. Dan moet. Nou. Ja, grapje, grapje. Maar ik deed het echt niet, maar dat deed de controle. Maar maakt niet uit. Bidoof's slag. Ooit een keer kapot of niet? Ja. Nog één? Wat is ze verzamelt alleen maar Bidoof's? Wat een gekke geitje. Kom op, hé. Oh. Gaat ook niet in één keer af, hè? Dat is wel jammer. Actief kereltje. Kijk hoe lang dit is. Nou, ben je nou klaar met die bidoofjes of niet, hé? Kom op, hé. Hier wordt... Ah, nee, nog één. Nog? Nou. Hoeveel Pokémon heb je? En hoeveel bidoofs heb je? Oh, 5 in totaal. Gewoon 5 keer tegen bidoof moeten maaien, hé. Jezus. Heb je nog 6 Pokémon? Oh, ze kan allemaal niet geloven. Oh, oké. Okay. Oh, ze zijn wel een beetje gierig, man. 500, maat. Geef ze meer geld, joh. Oh, oké. Waar zijn we?
Klaar. Wat is dit? Cowboystadje. Cowboystadje? Wat is dit voor stadje dan? Solacien? Solac... Oh, die namen, jongen. Dat is ook helemaal niet oké. Oké, Drop Army. Dat was de video. Super nice dat jullie gekeken hebben. Vond je het een leuke video? Knal even op die dikke vette duim. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Help mijn kanaal groeien. Volg mij ook op TikTok, op Instagram, op Twitter, op Facebook. Overal waar je mij op kan volgen. Support Drop Army. Support Drop the Mic. En wij zien jullie terug bij de volgende video. Massa!